Welkom weer een nieuwe aflevering op Game met Joran. Yay. En ik heb kou van mijn mond en dat ga ik nog even inlaten omdat het nog lekker is. Zometeen wordt het vies. Oh nee, dat is zo zon. Want je wil je kou gewoon niet weg hebben, maar het is smerig en daarom moet je het houden. Dat is altijd zo stom. Vind je? Heb je dat ook wel eens? Dat je een kou uitspuurt en dan denk je van nee, ik wil hem niet uitspuren dan. Maar toch moet het. Ik wel. Ah, mijn shift deed het niet. En daarom ga ik hun doodschieten. Kom dan. Mis. Niet lopen, jongen. Ik heb weggelopen, man. Mis. Ah, oh, mis. Oké. Okay. Ja, goed zo. Waar jong en de man. Zo ja. Kom dan. Nee hè. Waarom doet hij niet? Waarom raakt hij hem niet? Oh. Nou, ben ik wel. Jippie, ik heb pijlen. In overvloed. Oké, ja. Ik ga sowieso hier even mijn deurtje maken. Johoho, zo cool. En daar moet hij. Moet ik heen. Oh. Auw. Dat had ik misschien beter niet kunnen doen. Niet eens weghalen van de bakjes hoor. Maar... Het springen. Zo. Daar niet. Dit is wel een mooi uitzicht. Nou, ik vind die mooier. Ga ik meer doen. Ah, oh shit. Ik dacht dat ik naar beneden ging vallen. Gelukkig niet, jongen. Ik krijg hem mooi niet helemaal af, maar... Wat? Oh, ik dacht dat ik een zombie zag. Ik dacht dat van, hoe kan dat nou weer? Shit. Nou, die kunnen we dus niet maken. Heel jammer. Maar ik ga even eten. Wat we vandaag gaan doen. Ik vond het leuk om daar te beginnen. Omdat ik... Oei. Mijn skaters moet je zo bijna altijd met een boog doen. Oh shit. Laat maar zitten. Waar? Oh jij. Zag ik een skeleton.
Waar are you? Kom dan. En geef het me ook vooral van het afbouwen. Hey zombie, wat ben jij toch welke? Hier niet. Wat is het? Waar is die andere zombie? Oh, 3 spinnen. In 1 keer. Oh ja, ik hoorde meer zombies. Is dat een breking op? Ja, een breking 3 op zelfs. Waarom raakt hij niet? Ah ja. Nou, waarom raakt hij niet? Dat is stom weer. Gekloot alweer, jongen. Kom dan. Zo, jongen. Ja, er spannen nog geen monsters meer en de spinnen je niet meer aan. Tenzij jij hun aanvalt. Ik kon die pijlen toch oppakken? Ja, ik kan het zeggen. Wacht even, ik wil zoveel mogelijk pijlen hebben, dan doe ik dit. Kijk. Huh? Wat? Oh, dat is cool. Dat is wel gaaf. Bijna. Helemaal ingegraven voor niks. Kijk, die spin doet helemaal niks. Kom maar, lief spinnetje. Kijk, ik ga het gewoon weer duwen. Kijk dan, ja. Kom eens, spinnetje. Als je aanvalt, ja, dan gaat hij ook aanvallen. Oh, een boog, cool. Nice. Het wordt trouwens tijd voor iets. Een kacheltje uit te spugen. Zo. Oh, het voelt je mond in leeg. Auw. Paddenstoeltjes vind ik heel leuk, dus die pak ik gewoon lekker mee. Wat ik trouwens ook nog moet afmaken. Nou, we gaan vandaag waarschijnlijk de Enderman farm maken. Dat was ik wel van plan. Om dat te doen. Oh, daar moeten we heen. Ik vergeet altijd weer alles. Sneeuw heb ik genoeg. Daar ligt dat, sneeuw. Gewoon. Mijn armor is bijna op. Dus we moeten tegen de tijd moeten we nieuwe dingen maken. Wat ijzer. We gaan gelijk even een treinspoor maken. Nou, niet naartoe. Ik heb wel redstone nodig daarvoor. Dit is er één.
ijzer voor nodig, redstone voor nodig en gold. Nog even wat ijzer, voor de zekerheid. Een crafting table, die hebben we nodig. Zo'n, dan krijg je de 16, ja. Maak weer voor heel veel ijzer van. Vierenzestig. Tot genoeg. Kijken. Dan zullen we nog wat tiks maken. Ja. Oh ja, yes, het is gestopt met regenen. 8. Zal ik het doen? Ja, ik doe de 64. 2 stekjes lijkt me wel genoeg. Gold. Noem het tot zo. Wacht, wat doen we eerst? Het is dan. Kan vervangen worden door. Powder. Oké, zo. En dan deze zo. En dan de sticks. Ja. 6 power trail. Is dat genoeg? Ja of nee? Nee. Ik vind van niet. Dan gaan we nu even een eentje naar strong opmaken. Ja, dat zal wel genoeg zijn. Denk ik. Dan gaan we de rest aan torches maken. Nou, deze ook blocks. Ja, dat kan dus niet. We zijn niet toevallig bij de chests. Deze niet, die. Zo. En wat we nou met die sneeuw gaan doen, is het volgende. En we moeten wel uitkijken dat we niet doodgaan. Dit pakken snel. Rommelkist is dit volgens mij. Deze. Wat is de rommelkist? Deze. Stringspin. Nee, die niet. Nee, die niet. Die. Moet je erin. Hier moet. Deze in. Die niet. Hier moet een deze. Niet. Deze in. En deze. Ja. Oh, zal ik even de dingen allemaal tot blocks verwerken. Want waarom doe ik dat nou? Omdat het dan veel minder ruimte besteedt. Wat zou dat zeggen? Dan, nu ja, nu is het ook 2, maar dan een beetje voor het printtype of zo, hoe dat noemt. Het prinsessype. Ik heb geen idee. Nee, is maar een geintje. Die niet, die wel. Die wel. Die ja, en die. Of course. En dan doen we die boog. Deze boog dan hier zo. Kijk,
Kijk, dit hebben we allemaal over een monster gekregen. Deze, deze, deze. Zullen we die bol maar even hier doen. Zo. Neem even dat nieuw mee. Shit. Hoi. Nog wat 3 extra blokken van. Ja. Een metro maken, denk ik. Zo'n soort van metro. Ja, laten we de metro dan hier gaan maken. Laten we even snel het schepje halen. Schep. Oh, kijk, als we hier nou naar binnen gaan. En dan hier naar boven. Dan je zo. Even kijken. Daar staat die chest. Hier zo. Zou ik een iron shovel hadden. En dat ook even al de dure spullen. De boog hebben we trouwens ook meer nodig in die end. Voor straks. Helemaal niet nodig, Johan. Zo. Zo. Dan doen we deze wel. Zo. Zo. Dan gaan we deze wel weghakken. Dan gaan we hier zo naar beneden. En waarom doen we dit? Voor de metro. En dan kunnen we de metro kunnen allerlei kanten op. Oh, laten we dit even dichtbouwen, anders had ik iets te vol. Zo. Zo. Dan zag ik toch iets te vol, dat vind ik niet zo mooi. Het wordt net nu nacht. Dan gaan we een beetje beginnen als metro. En dan gaan we een metro maken. En dan denk ik van, joh, waarom zo groot? Nou, ik wil groot, nou, eenmaal een beetje mooi. Een beetje mooi. Zou dat dan trouwens niet hier, nee. Dan moeten we er eentje nog dichtbouwen, nog eentje. Deze. Dus die kip, die wilt niet heel erg. Eentje naar beneden. Nog eentje. Oh, nog eentje. Toch nog eentje, Joran. Wat ben je toch weer dom? Ja. Mooie muziek. Ik zal hem even iets zachter zetten. Voordat jullie mij niet meer horen.
En de muziek. Ik denk bijna even hard. Zo. Sommige keren stond hij gewoon helemaal uit. Dat van. Maar is dit wel beter. Toch blijft het saaie muziek, hè? Oké. Waar is die bruine daarom? Daar zo. Oké, nou. Dan hier. Zo. Deze. Niet, waarom niet? Oké, nou. Zo. Dan gaan we naar de end portal. Dat we coördinaten zijn dat nee, niet deze J denk ik. Ja, in de portal. Oké, dat is best wel wat weg. Zo wel dieper. Iets is wat dieper. Zo. Moet natuurlijk wel de ons zwaar mee naar de end nemen. Want anders gaat het niet goed, hè? Het is even het pad gaan graven. Nou, we gaan even kijken. We gaan weer terug. Dan gaan we af en toe. Ik heb dus helemaal vergeten en ik vind ook weer zo'n minecart mee te nemen. Joran, je bent ook weer lekker bezig. Kijk, niet opletten wat het verschil is. Kijk, nu zet hij uit. Dan is hij gepowered. Oké, nou, vandaag gaan we even over het land. Want ik vind het. Oh. Bijna headshot, jongen. Kerel. Oké, nou, vandaag gaan we gewoon even over het land heen. Gewoon omdat ik niet echt heel veel. Oh shit. Oké, daar, ja. Zo. Oh, ik had de skeletons. Nou, we gaan nu even het wat terugleggen. Kisten. Ik had maar niet beseft dat het zo ver weg was.
Die kippen die willen echt niet, hè. Die is dan leeg. Ja, deze leeg. Dan doen we deze voor de rails. Ja. Redstone ding, moet ook hier ergens in de buurt in. Oké, nou. Dan doen we die redstone dingen hierin. Zo. Laten we dan iets daar met pickaxe mee nemen. Laten we deze pickaxe dan even voor zekerheid nemen. Deze hoeft niet mee. Deze hoeft niet mee. Allemaal niet mee. Ga ik jullie een beetje onderwijzen hoe we zo'n enderman farm maken. Oh oh. We hebben trouwens ook klooster nodig. Oh shit, oh shit. Mijn klooster. Die ligt in deze chest. 43 is zeker genoeg. 6 te weten. Ja. Gaan we over het land heen. Met het zwaard in het hand, jongen. Kijk, ik ben al best wel beschadigd. Mijn iron gear raakt er bijna op. Dan zou ik aan het opnemen zijn. Oh shit, oh shit, oh shit. Ja, gaan we gaan. Kom dan. Jullie hoef ik allemaal niet. Ik wil jullie niet aan mijn lijf hebben, jongens. Je wil je eigen best veel, anders moet ik jullie weer helemaal vermoorden. Yo. Oké. Shit, 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 shit. Creepert. Oh nee, shit. Kippie slachten. Helpt altijd als je kippie slacht. Ook heb heel veel mee. Gelukkig. Ik was nog bang dat ik niet genoeg bij me had, joh. Jahaha, die stomme creepers. Jullie kunnen we niet meer te pakken krijgen, hè? Lafaards dat jullie zijn. Dat je lava is, jullie creepers. Ja, jij ook, ja, stomme kip. Hoe kon ik hem levend hier af laten gaan, hè, die stomme creepers? Waarom is dit? Oh ja, dat was uit de keer. Toen ik hier naar boven ging klimmen. Ja, yes! Zo kom ik altijd dan naar beneden. Als het water beneden is, dan in het water springen. Hier ben ik ooit een keer eerder doorheen gegaan. Ik weet het nog, volgens mij. Ja, ik weet het nog. Dat weet ik nog, jongen. Maar ook echt onder de sheet ook. Toen ik één gasprietje deed.
eentje te kijken ziet. Niet een seed van dit. Dat is een andere seed. Hoe zou je een wereld van jou te download zetten? Want ik denk er misschien nog een keer over na. Voor de mensen die mijn wereld willen. Om het te download te zetten. Daar moet ik zijn. Nou, ik kan het gaan proberen. Maar ik heb echt geen idee hoe dat moet. Echt geen idee. En ik heb echt geen enkel idee. Shit, dat ik trouwens helemaal vrij heb. Kom ik het hier nog tegen? Is cool. Oh, George's bedoel ik, sorry. Want dan moet je helemaal zo gaan lopen over die. Ja, cool, cool. Ga ik even hout hakken. Even hout hakken. Ja, ik hoor jullie wel, zombies. Ik zie jullie niet. Ik hoor je wel, maar ik zie je niet. En daarom sluit ik het af. Ha, lekker voor jullie. Want ik ga hem best wel ver maken. Want voor een filmpje of zo. Ik had ooit een keer een filmpje gezien. Ik weet niet meer welke het was. Op YouTube, ja. Op YouTube, of course. Ja. Die was ook Element Farmers maken. Ik weet hem niet meer. Ik weet hem echt niet meer. Maar ik ga dus in mijn serie ook een Element Farm maken. Ik ga jullie laten zien wat het moet. Wat hout hakken. Ik kan niet fluiten, Joram. Dus waarom ga je het doen? Oh. Wat een dis. Waarom ga ik trouwens met mijn pickaxe hakken? Achterveertig. En dan die. Ja, 60. Dat lijkt me wel genoeg. Zo. Mis. Dat kan ik maar niet halen, jongen. Jongen, dat kan je toch niet halen, man. Waar loop ik eigenlijk te ver? Oh, ik heb hem gewoon niet afgesloten. Oh nee, 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 niet creepers. Niet creepers. Niet creepers. Twee creepers. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Komen ze eraan? Ik zie hem, ik zie hem. Oh, oh, oh. Oké, nou, ik ga naar die end, alweer. Oh, oh, niet die beesten aankijken. Nooit die beesten aankijken. Een tip. Tips van Joran. Nooit die beesten aankijken. En de mensen zijn zo gevaarlijk. Die slaan je zo van de wereld af, weet je. Daar is mijn toegang naar de normale wereld. Als je aanvalt is het onmogelijk. Ja, ik vind dit wel een cool plekje. Om ze te verslaan, zowat. Oké, okay, nou. Wat je als eerst gaat doen is. Heel ver weg.
2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14. Of dan zet je torch neer. Ze niet op de brug spannen. Ik vind het zo spannend, hè. Ik heb wel mijn diamond sword bij me.
En ja, nu is die klaar. De brug er naartoe. Ik weet niet hoeveel, maar ik heb 4 stekjes sneeuw gedaan. Je ziet hem nog heel even in de verte. En ja, ik ben iets vergeten. Ja, om natuurlijk te testen. Om het te testen. Heb je eieren nodig? Voor het enemens. En maar zou ik die eieren mogen cheaten van jullie? Ik vind zelf van wel. Om het even te testen. Later gooi ik ze echt weg hoor. Dat beloof ik jullie. Niet zo dat ik echt helemaal zo'n dolle ga cheaten. En waarom nou die toortjes? Die toortjes. Die zijn voor dat de enemies niet op de brug spannen. Dat is heel vervelend, rijden zo op de brug. Escape. En zie ik je op de brug en dan. Waarom span ik? Ik heb mijn bed natuurlijk stuk gemaakt. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Gewoon drie zombies even eventjes. Eventjes lekker chillen, jongen. Kom, lekker chillen, man. Lekker chillen, man. Lekker chillen, jongen. Hey, hout. Zou ik een mooi bootje van kunnen maken. Ga ik even terug naar mijn eiland. Ja, wat joh. Waar are jou? Oh, daar. Jij, stomme. Huh? Waar is die? Waar is mijn bootje? Ga ik er gewoon nog een maken. Huh? En nu is die in één keer weer. Raar. Ja. Ik ga doen, eerst ga ik even namelijk stil. Wat ik trouwens ook even vergeten is een waterbucket. Want je moet namelijk iets, een aantal blokjes omlaag, ik weet niet meer hoeveel. Volgens mij kunnen ze alles niet spannen. Wat ik tenminste wel gehoord. Dat ze alles niet konden spannen. We gaan het control geven met alles sneller. Ik denk van wel. Nou ja. Ik denk dat ik de volgende keer ga doen. Die nemen we al lang op. Dus ik ben er alweer. Doei. Stommet. Ja, wat jonge zombie. Gaat die zombie echt in het water om naar mij toe te gaan? Ik kom net in zo'n speedboat met die dingen achter me. Oh ja, die en die nether portal. Kijk dan. Kom dan, creepertjes. Kom dan, monstertjes, jongen. Ik ga naar mijn kasteel, jongen. En dan horen jullie niet bij, jongen. Kom dan, jongen. Oh nee. Ga daarin horen we. Daar zal ik in. Zo, ga ik hier in. Ah, jammer, dat kon niet. Dat is echt jammer. Oh, het wordt alweer ochtend. Cool. Dan ga ik nu even slapen. Nee, ik kan niet slapen meer. Meestal aan het eind van de aflevering wil ik altijd gaan slapen, maar dat kan niet soms. Soms. Ik krijg hem nog steeds in de prullenbak.
Ja, mijn kaart nog in de prullenbak. Jammer, ik had hem er even ingebeeld, maar hij was smakeloos. Ja, dat gebeurt wel vaak. Best wel vaak. Wauw, wauw, wauw. Ik ga even de volgende keer. Ga ik verder aan mijn Enderman Farm. Hebben we de kool hakken? Kool heb je altijd nodig. En altijd dan. Ik heb wel. Ik heb altijd kool nodig. Ik weet niet hoe het bij jullie zit. Zet even in de reactie of je het Enderman Eye mag cheaten. Ik zou het wel graag willen, want het is wel handig. Anders moet ik ze allemaal zelf, altijd zelf laten spannen. En dat vind ik niet leuk. Trouwens, misschien is het ook wel beter om in creative mode te maken. Maar ik weet niet of jullie dat willen. Dan moeten jullie maar even zeggen. Het is wel survival, dus. Maar in creative mode gaat alles wat makkelijker en sneller. En er is een gast van YouTube. En die deed er 3 kwartier of zo over. En ik heb echt geen zin om het 3 kwartier over te gaan doen. Nee, oké. Okay, stomme sticks. Oké, die sticks gaan hierin. De torches even hierin. Ja. Het ijzer in de oven. Maar zit hier ergens ook nog wat in? Ja, deze. Hier het ijzer in. Ja, dan gaan we de volgende keer verder. Omdat ik deze dingen een keer was vergeten was. Eén tip wat ik wel zou doen als je cheats aan hebt staan, even in creative mode laten maken. Want hij is best wel moeilijk te maken. Ik ben al lang niet klaar. Jullie denken van Joran, je bent al, waarom heb ik die torch dan opgezet? Ja, en daarom gaan de mensen weg. Ligt als volgt. Hij is dan al niet klaar. We hebben ook pistons of stikje pistons hebben nodig. Dus die gaan we wat halen. Ja. En dan zie ik jullie de volgende keer. Oh ja, stop. Geef een like deze video, abonneer op mijn kanaal. Dan zie je een mooi lijstje naast mij. En worden voor mij ook op de hoogte gehouden van alle video's. Dat is heel leuk. Ik stop de kist nog in het spullen. Dan kunnen jullie even een like geven ook op deze video. En abonneren. Dat is heel leuk allemaal. En ik zie waarschijnlijk jullie de volgende keer. Bij het afmaken. Nou, afmaken. Bij het tweede deel van het maken van mijn Enderman Farm. En in mijn forum, yeah, hippie. Wat ik ook moet maken is nog een automatische kippenvaar. Ja. En even niet even abonneren, geef een like op deze video. Deel ze met vrienden, zodat hun en mijn farm ook kunnen zien. Worden hun ook, kunnen ook, dan weten hun ook hoe je een mijn farm moet maken. Ja. Ik vind die wel heel leuk om mee te doen. Tot de volgende keer. Maar weer.